Hoi, wat leuk dat jij een Hatchimal video bij mij komt kijken vandaag. Ik had in mijn vorige video een van mijn Hatchimal nestjes van Hatchimal seizoen 3 en dan een 2-pak plus nest heb ik beplakt met zelfgemaakte papier-mâché lijm en wc-papier en om mijn eigen nestje ervan te knutselen. Hoe ik dat heb gedaan kun je in mijn vorige video zien. Ik zal hier voor jou een link in beeld plaatsen. Het is dus de video waarin ik dus dit heb gemaakt op dezelfde manier. En daarin kun je dus ook zien hoe ik dus hiermee ben begonnen. Ik heb mijn nestje zelf versierd met extra driehoekjes geknipte wc-papier. Heb ik het extra bladeren opgeplakt. En ik ga nu eerst mijn nest verven en daarna ga ik nadenken hoe ik van mijn nestje een eilandje kan maken voor in de zee. En kijk, zo is die dan geworden na het te hebben geverfd. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het gewoon echt wel mooier geworden dan het origineel. Dus ik vind het wel echt heel erg leuk om te doen. Mijn eigen speciale special limited edition nestjes te maken. Het is natuurlijk ook limited edition omdat er dus natuurlijk maar één van bestaat. Dat heb ik dan gemaakt. Dus dan bestaat er maar één van. Ik vind het er wel heel erg gaaf uitzien. Nou, dan wil ik hier een eilandje van gaan maken voor in mijn zee. Voor mijn zee hatchimals. En ik ga dus een eilandje proberen te kleien waar dit dan zo op kan staan van Stone Look Modeling Clay. Heb ik gekocht bij Action. Ik weet nog niet hoe dit wordt, hoe dit eruit gaat zien, maar het wordt wel leuk om te proberen. En ik heb ook nog schelpen. Altijd als ik naar het strand ga, dan neem ik altijd schelpen mee terug voor als ik ga knutselen. Dus dan kan ik er mooi met lijm of hot glue wat schelpen opplakken. Ik ga hier nu gewoon eventjes genoeg klei pakken om een eilandje van te maken. En dan laat ik het drogen. Dan kom ik weer bij jullie terug en dan ga ik de schelpen erop plakken. En dit is dan zo mijn eiland. Een beetje mooi plat aan de bovenkant, zodat dit er zo mooi op zou kunnen staan. Dat ga ik er dan op vastplakken zodra mijn eiland droog is. Ik ga dit nu even laten drogen. En als het droog is, dan ga ik mijn schelpen pakken en dan ga ik er even wat mooie schelpen bij plakken. Dat vind ik wel heel erg mooi. Oké, dit gaat even drogen. En daarna kom ik weer bij je terug als ik de schelpen ga doen. Nou, het is zo al wel aardig droog. Heeft wel lang geduurd. Ik heb het bovenop zolder geplaatst. En dan in de zon waar het wat sneller kan drogen. En al met al heeft het toch wel meer dan een dag drogen gekost. Ik ga nu met alles lijm mijn nest er zo op plakken. En ik heb ook altijd schelpen. Altijd als ik naar het strand ga, dan verzamel ik een aantal leuke schelpen om mee te nemen. Wie weet kan ik daar wat leuks mee knutselen. Nou, dat ga ik dus nu doen. Ik ga de schelpen zo in een ronde hier omheen plakken met mijn alleslijm. Dan ga ik het laten drogen en dan laat ik jullie het eindresultaat zien. En zo ziet het er dan uit. Nou, ik ben er heel blij mee. Ik vind hem echt heel erg mooi geworden. Ik vind hem ook veel mooier dan het origineel. Dit is dus het origineel. En dit is dan wat ik er mee heb kunnen maken. Dus ik vind het gewoon wel echt heel gaaf en heel leuk. Heel simpel ook, zoals je al zag. Het is gewoon heel makkelijk om zelf te maken. En ook leuk om een dagje naar het strand te gaan en leuke schelpjes erbij te zoeken. Ik hoop dat je mijn idee leuk vond. Is het zo, vergeet niet de video een like te geven. Nou, dat wordt extra leuk dan straks bij het uitpakken van mijn nieuwe Hatchimal Collectibles serie 3 eieren. Jullie hopen natuurlijk dat ik weer veel dubbele krijg, zodat ik wat met jullie kan gaan delen. Nou, dat zou ook wel heel erg leuk zijn. Vind je deze serie leuk? Je kan dus mijn kanaal volgen als je nog niet lid bent. Lid worden doe je dus op het knopje te drukken. Dat is helemaal gratis. Hieronder zie je het kanaal van mijn man, Gamer Papa. Ken je mijn Hatchimal Collectible video's nog niet? Hier zie je een lijst van al mijn video's. Padoe!